Maar nee, deze man heeft groot gelijk, maar ik vind de vergelijking met Hitler niet correct. Bovendien heeft Poetin geen snor. Het verlossen, kunt u mij horen? Maarten, de lieve bloemstukjes in de formatie zijn vast een ode aan Janmaat. Die had zoiets altijd prominent in beeld bij de zendtijd voor politieke partijen. Was er trouwens geen sprake van weer een politieke fout van Jezilkus, doordat Omtzigt sneller was dan zij in het verlaten van de informatietafel? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ja, zij houdt erg... Ze houdt nogal vast aan Wilders. Zij heeft, ik weet niet wat ze daar nog... Wat voor, het lijkt mij voor beide in feite, maar goed, eigenlijk heeft zij niks anders gezegd dan Omtzigt, omdat ze gezegd heeft dat ze alleen daarmee met dat kabinet door zou willen als Omtzigt ook wil. Dus uiteindelijk zegt ze, ja, zij heeft zich op een wat ingewikkelde, retorisch verwarrende wijze aangesloten bij Omtzigt, zou ik zeggen. Ja. Namelijk niet op deze manier, als we het niet samen kunnen doen. Maarten, dit is het jaar van de verkiezingen in de wereld en recent was Pakistan en ook Indonesië aan de beurt. Ja, zeker. Wat mij enorm verbaast over Pakistan, zegt de vragensteller. Wat in de westerse wereld zoals in Nederland wordt gezien als een conservatief moslimland dat gedomineerd wordt door mannen met grote baarden. Maar al in 1988 had Pakistan een vrouwelijke premier. Veel seculiere vrouwvriendelijke landen in het westen hebben nog nooit een vrouwelijke leider gehad zoals in Nederland. Kun je uitleggen hoe dit zit? Nou, die vrouwelijke premier in Pakistan was de dochter van een dominante Pakistaanse politicus genaamd Bhutto. Als ik het maar goed herinner hoor, want ik ben natuurlijk... Het is niet zo dat ik Pakistan dag in dag uit bijhoud. En zij heette Benazir, ik heb geen idee hoe je het uitspreekt, Benazir Bhutto. Zij is overigens vermoord. Haar vader is uiteindelijk berecht en doodgeschoten door een van zijn opvolgende dictators. In feite is de dominante macht in Pakistan is het leger. Pakistan is een land waar het bar slecht mee gaat. Macro-economisch is het een wrak. Pakistan heeft enorme schulden die het eigenlijk niet kan betalen. En is sterk afhankelijk van input van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Met Pakistan gaat het niet goed. Als ik het goed begrepen heb, na die verkiezingen was eigenlijk de oppositie, we hadden eigenlijk gewonnen. Maar ja, de chef politicus van de oppositie zit in het gevangen, als ik het wel heb. Dat is die meneer Khan, een filmsterachtige cricketspeler. Maar dat het dus een vrouw was, dat is meer te beschouwen als het feit dat in Pakistan gedurende enige tijd de politiek familiebusiness was. Want hij had natuurlijk ook kunnen verwijzen naar Indië, waar, Indira Gandhi al heel lang geleden minister-president was. En dat kwam omdat de familie Gandhi eigenlijk de dominante politieke macht in India was. Dat is nu al lang niet meer zo. Ook die zoon van haar die gooit volgens mij ook nog geen hoge ogen meer. Omdat die Modi natuurlijk helemaal overgeschakeld is op een nogal onaangename combinatie van nationalisme en hindoeïsme. Ontzettende boef die Modi. Daar komt ook vast nog een hoop ellende van. Maar dus dat, waar politiek een familiebedrijf is, kan de dochter, als het een beetje van wanten wil, kan de dochter dus minister-president worden. Dat is in deze landen het geval. Ja. Ja. Ik wil de heer Van Rossum graag bedanken voor het wijzen op het verhelderende artikel van Jesse Frederiks over de redenen om op de PVV te stemmen. Zouden de conclusies van Jesse Frederiks te extrapoleren zijn op de motieven van Amerikanen om te stemmen op Donald Trump? En als dat zo is, betekent dat dan dat de echte redenen van de opkomst van Trump en de MAGA-beweging louter de angst is voor anders gekleurde mensen. En dat het hunkeren naar een jaren 50-mythe voor een nieuwe Chevrolet voor de deur niets anders is dan het verlangen naar een puur blanke samenleving, zegt R. de Vries uit Leiden. Nou, daar zit wel iets in natuurlijk, ja. Het is het. Nou ja, deze vorm van, nationalisme... Wat Trump heeft, wat je natuurlijk ook in feite bij Wilders ziet, dat kun je beschrijven als nostalgisch conservatief nationalisme. Heb ik niet al geciteerd dat zinnetje uit het allereerste politieke programma
van Geert Wilders. Dat is Klare Wijn. Uit dat Klare Wijn. Iedereen kan het even opzoeken. En er staat een zinnetje in. Nederland is niet meer zoals het bedoeld was. Nu maakt hij jammer genoeg niet duidelijk hoe Nederland dan eigenlijk precies bedoeld was. Maar eigenlijk heb je een vermoeden wat dat is. Namelijk hetzelfde idee als wat Trump verspreidt. Make America great again. Wanneer was Amerika dan great? Wanneer was Nederland zoals het bedoeld was? In de jaren 50. In die heerlijke, rustige, stabiele jaren 50. Toen zowel Nederland als de Verenigde Staten door een hele oude man werden gerund. Drees in ons geval 48, 58. En natuurlijk in Amerika Eisenhower. Gekozen in 52 en hij heeft er 8 jaar gezeten. En als de Republikeinen niet zo ongelooflijk stom waren geweest om een nieuw amendement aan te nemen, dat de president maar 2 termijnen kreeg, dan had Eisenhower moeiteloos een 3de termijn gekregen. Moeiteloos. Hij is pas in 69 overleden, dus het had best gekund. Oké. Dan hebben we een. Maar het is dus een verlangen naar een wereld, inderdaad, zo kun je het rustig lezen, zonder immigranten. Heb jij de vergelijking gehoord van Sir Lawrence Friedman? Nee, wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezegd, Britse historicus, hij spreekt van in ieder geval een vergelijking tussen de Russische president Poetin en Adolf Hitler. Hij zegt, zowel Poetin als Hitler hebben in ieder geval de tegenstander onderschat. Poetin, vermoedt Friedman, wist in februari 2022 eigenlijk niet goed waar hij aan begon. Het binnenvallen van Oekraïne was roekeloos en het land bezetten vrij kansloos. Ja, dan heeft hij groot gelijk natuurlijk. In de coronaperiode hield hij zichzelf geïsoleerd. Hij consulteerde zijn Oekraïne-experts nauwelijks. Hij las waarschijnlijk te veel geschiedenisboeken en overtuigde zichzelf dat Oekraïne uiteen zou vallen. Het idee dat Oekraïne een land is dat je zomaar even omverwerpt, leek Friedman nooit erg waarschijnlijk. Voor de oorlog was ik sceptisch dat Rusland dit zou proberen, want dat was me nooit duidelijk hoe je Oekraïne langere tijd bezet kunt houden. Die man verder groot gelijk in. Hij haalt me de woorden uit de mond, zou ik zeggen. Omdat natuurlijk, de Russen hadden toen initieel, dacht ik, 200.000 man. De Oekraïne is even groot als Frankrijk, of zelfs een maatje groter, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd, maar het is van die of afmetingen. Ja, als je dat wil bezetten, dan heb je wel wat meer mensen nodig dan de Russen daar klaar hadden staan. Ja. Maar ze dachten natuurlijk dat ze dat regeringscentrum Kiev, dat ze dat in no time, we hadden het er net over, in handen zouden krijgen. Ik vind de vergelijking met Hitler, de vergelijking met Hitler gaat in zoverre mank dat de strategisch-industriële positie van Duitsland in de jaren 30 veel en veel sterker was, relatief gezien, als de positie van het huidige, nogal manke Rusland, waar we nu mee te maken hebben. Ja, maar hij zegt het volgende. Hitler die wilde met een korte verrassingsaanval de Sovjet-Unie verslaan. En Poetin die dacht dus met een snelle agressieve aanval Oekraïne tot overgave te kunnen dwingen. Beide hebben de tegenstander onderschat en beide lijden als gevolg daarvan. Het mislukken van Hitlers invasie van de Sovjet-Unie was het begin van de ondergang van Nazi-Duitsland. Nu zullen de Oekraïnse troepen Moskou waarschijnlijk niet bereiken, maar een nederlaag kan Poetins regime alsnog in gevaar brengen, denkt Friedman. Ja, dat is zo. Al zit die nederlaag, dat hopen wij natuurlijk allemaal dat het ineens in elkaar stort of zo. Dat zie ik allemaal niet zo gebeuren. Wij denken aan onze vreugde toen die kolonne van Prigozhin richting Moskou was vertrokken. En allerlei Russische gevechtshelikopters uit de lucht had gehaald. En dat is uiteindelijk slecht afgelopen. Dat avontuur van die Prigozhin, die is zelf tenslotte uit de lucht geschoten. Deze man heeft groot gelijk, maar ik vind de vergelijking met Hitler niet correct. Oké, hij zegt ook nog wat andere. Alles wordt vergeleken met Hitler, toch? Ja. Er dus een idioot land ergens in Centraal-Afrika, de macht wordt gegrepen door sergeant Pietje Puk. Dan wordt er een nieuwe Hitler en zo. Bovendien heeft Poetin geen snor. Cruciaal onderdeel van Poetins misrekening volgens deze historicus is zijn beeld van de Oekraïnse bevolking. Hij zag, zo zegt hij, Oekraïne als een nepland met een onwettige overheid en een oostelijke helft vol Russisch sprekende die zich eigenlijk meer Russisch voelde. En hij denkt ook dat Poetin Zelensky, een voormalige komiek en acteur, niet erg serieus nam. Maar Zelensky bleek in staat zijn volk te inspireren en massaal achter de strijd tegen de Russen te gaan staan. Ja, alles wat deze man zegt, dat weten we eigenlijk al enige tijd. Namelijk sinds februari. 2 jaar geleden weten we dat natuurlijk dat het zo is. Ja, dat hij zijn tegenstander enorm onderschat heeft. Ja.
Dat Poetin geen serieuze Oekraïnse tegenstand had verwacht, blijkt volgens Friedman ook uit het vervolg van de oorlog. Hij lijkt niet te hebben nagedacht over een serieuze lange termijn strategie. Met massale artillerie en raketaanvallen weet Rusland Oekraïne de afgelopen 2 jaar vaak hard te raken, maar de Russische tactiek op de grond komt niet verder dan er gewoon veel manschappen tegenaan gooien. Ja, ja, mag ik nog erop wijzen dat dit allemaal volkomen juist is? Maar dat wij ons weer verkeken hebben op de staying power van Rusland. Ja. Dat wij gedacht hebben, nou ja, met die sanctiepolitiek van het Westen, die enorm streng is, nooit zo streng geweest. En nu blijkt eigenlijk dat Rusland, ja, het heeft enige tijd nodig gehad om zichzelf te mobiliseren voor die op zichzelf defensieve oorlog in de oostelijke Oekraïne. Maar desalniettemin, daar hebben wij ons op verkeken. Ja. Beste Maarten, ik vrees toch dat ik een beetje teleurgesteld was met uw visie op de column van Jesse Frederiks, die u ophemelde. Mijn kritiek is als volgt. Ten eerste verklaart hij niet waarom mensen de anti-migratiesentimenten hebben. Hij levert alleen maar argumenten tegen de theorie, terwijl deze wel degelijk een enorme rol speelt bij anti-migratiesentimenten. Nou, het probleem met het anti-migratiesentiment is dat de mensen die dat evident hebben. En het bewijsmateriaal wat Jesse Frederik aanvoert is nogal vrij overtuigend naar mijn idee. Het probleem met de migratie is dat mensen het gevoel hebben dat ze er last van hebben. Niet waar? Omdat ze het op de televisie zien en daar is het in hoge mate succesvol geframed door de anti-migratiepartijen. Dat wil zeggen politieke groeperingen die wel bewust misbruik maken van anti-migratiesentimenten. Denk in het bijzonder natuurlijk aan de etterende wonde die in Ter Apel in leven wordt gehouden. En waarvan nou juist de spreidingswet de bedoeling had om dat in veel mindere mate tot stand te laten komen. En waarom was de VVD heeft, de regering heeft, daar ben ik vast van overtuigd, Ter Apel laten sudderen, laten we het zo zeggen. Het is niet zo dat iemand waarschijnlijk bewust is van jongens kom op Ter Apel. Dat kan nog wel een stukje beroerder georganiseerd worden dan nu, zo niet. Ze hebben het verwaarloosd en het kwam ze allemaal verrekt goed uit. Want Ter Apel was als het ware het beeld wat mensen op televisie zien. En dan denk je, grote god, hoe moet dat in godsnaam verder? En nou ja, dan heb je die van 30.000 asielzoekers per jaar. En dan gaan we rekenen maar uit, dat is over een 10 jaar zijn dat er 300.000. Dat is een stad zo groot als Utrecht in feite. We kunnen toch niet elke 10 jaar een stad zo groot als Utrecht bouwen, nou, enzovoort, enzovoort. Terwijl natuurlijk die immigratie in feite een veel complexer probleem is, daar hebben we het allemaal uitgebreid over gehad. En dat voor een deel natuurlijk de Nederlandse industrie, en trouwens ook de agrarische industrie, draait op arbeidsmigranten. Alleen is dat niet erg zichtbaar. Ja, misschien staat er wel eens een stukje in de krant dat die Polen in half ingezakte caravans wonen. Op die terreinen waar ze dan de augurken plukken of wat ze precies plukken. Dat is het. De kwestie is dat niet uitgelegd is dat immigratie, in het bijzonder arbeidsimmigratie, een heel complex en dynamisch proces is. En dat een groot deel van die immigranten, dat die weer vertrekt na enige tijd. Of dat nu buitenlandse studenten zijn of arbeidsmigranten, uit alle onderzoek blijkt dat die na enige tijd weer vertrekken. Maar het beeld wat gecreëerd is, is zo dramatisch dat iedereen denkt, Jezus, arbeidsmigrant. En ik denk dat een deel van de mensen die op die partijen stemmen, misschien in de oude wijken van de grote steden of op andere locaties, wel degelijk last heeft van migranten. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar een groot deel van Nederland heeft alleen maar pret van de migranten. Dat zijn namelijk die lui die de pakketjes komen bezorgen. Ik vraag tegenwoordig aan alle zalen van wie in de afgelopen 5 jaar geen enkel pakketje heeft bezorgd gekregen. En tenslotte was er uiteindelijk maar 1 man in Bodegraven die kon zeggen ik heb nog nooit een pakketje aan de deur ontvangen. Ja. Idem dito onze distributiecentra. Daar hebben we het al eerder over gehad. We moeten daar een eind aan maken. Die slachterijen ook. En wat dan? Gaan die slachterijen naar Moldova? Ja. Of gaan die distributiecentra worden die verplaatst naar Noord-Roemenië of zo? Hoe stellen we ons dat eigenlijk voor?
Hallo Maarten, ik geniet erg van je podcast. Vooral de uitweidingen die ontstaan door de associaties zijn voor mij het meest interessant. Zo bespraken jullie in de laatste aflevering die ik luisterde het gebrek aan benzine in de auto. En toen kwam de jerrycan achterin even voorbij. Ik ben zelf opgeleid als productontwerper en geef er ook les in. En ik wilde de ontstaansgeschiedenis en het effect van de jerrycan jullie niet onthouden. Er is een mooi filmpje van op YouTube. De naam Jerry verwijst naar Germans, Duitsers. Ja, precies, ja. Die hadden een standaard, terwijl de rest van de wereld allerlei varianten had. De Duitse oplossing kwam uit een tender met randvoorwaarden. Makkelijk op te slaan, makkelijk te vervoeren en goed uit te schakelen. En het is echt een prima verhaal, omdat niemand zich natuurlijk realiseert dat Jerry kan. Dat eigenlijk dat zo net zoiets is als de Duitse kan. Hè, ja. Of hoe moet je dat zeggen? De Duitse behalter, of weet ik wat je de hoede van me. Dus dat Jerry naar de Duitsers verwijst, dat zal toch voor velen een verrassing zijn. Maar daar heeft die meneer Groot gelijk in, dat is zo. Ja, de Jerry ken. Ja, ja. Even kijken, Maarten. Je zou een ontzettend leuke uitzending kunnen maken over de container. Ja, in feite is natuurlijk de hele transportindustrie, de hele globalisering van de industriële productie zou zonder de container niet bestaan. Vroeger werden die pinda voor pinda uit het schip gehaald, bij wijze van spreken. Ja, en tegenwoordig til je die hele container, die containers eruit getild en erin getild en getransporteerd worden. Dan laat die gewoon op kantoor zitten en die daar met een computer die dingen kunnen besturen. Dat is toch wel interessant. Maarten, complimenten voor jullie podcast. Het is erg fijn om je te horen spreken over de actualiteit en de geschiedenis. Mijn vraag, ik las dat 1/3 van het budget in Europa naar landbouw gaat. Toch zijn boeren boos. Wat gaat daar nou mis? Verdwijnt de subsidie in de verkeerde zakken wellicht van de banken en de vervoerbedrijven? Nee, de subsidies verdwijnen vooral in de zakken van grote agrarische ondernemers. Dus je moet vooral, kan die mevrouw of meneer verwijzen naar de column van die Caroline de Gruyter daarover geschreven heeft. Ik denk, vorige week, dat weet ik niet precies, maar zoek het even op. Die stond in de kwaliteitskrant. Die Caroline de Gruyter moet u sowieso elke week lezen. Dat is enorm nuttig. En die legt uit hoe dat zit met die... Ja, het is een feit dat het grootste deel van het budget van de EU nog steeds naar de agrarische industrie gaat. Die geloof ik in totaal 1,5% is van het bruto product van de Europese Unie. Dus het is een idiote toestand dat we ons voortdurend ook door een hele kleine minderheid laten ringeloren, waar je bovendien eigenlijk helemaal niet zoveel melee mee moet hebben. Nee. Het feit alleen al dat ze verschijnen met tractoren die tonnen kosten, zou je aan het denken moeten zetten. Ja.